na maanden van bouwen was het dan eindelijk zover. De Sint-Eelskif van Giessen en Rijswijk kon worden gedraaid. De bouw van de boot komt voort uit een van de icoonprojecten van de gemeente Altena. Ja, een heel memorabel moment. Hij heeft maanden hier op de mal hebben die boot gebouwd. En nu gaat hij eraf en dat is een mijlpaal, omdat we nu de binnenkant gaan afwerken. Dus nieuwe start eigenlijk weer. Net als de bouw gebeurde het draaien ook met de hand. Nou, dat vind ik heel makkelijk, omdat er heel veel handjes waren. Dus kijk, vele handen maken licht werk. En wat dat betreft zouden we nog wel een klein beetje meer hulp kunnen gebruiken bij het bouwen. We hebben nu op dit moment vier, met mezelf erbij, vier mensen, heel enthousiast. Heel veel hier. Elke dinsdag zijn we met praktisch toch wel drie, maar meestal met vier man. En we zouden heel graag zien dat er nog wat meer mensen komen. Niet alleen om mee te helpen, maar ook om de interesse te tonen uit het dorp, zeg maar. Hè? Al kom je maar kijken, al kom je maar een bakje koffie drinken. Dat is alleen al leuk. Hè? Ook de naam van de skif werd bekendgemaakt. Twee wapens van Giessen Rijswijk, dat is de een met drie zalmen en de andere met twee zalmen. Dus bij elkaar maakt vijf zalmen en dat is dus ook de boot. In de boot komt een bijzondere penning. Ja, toen de kiel gelegd is, toen is burgemeester Fransel, die is geweest en die heeft de penning, dat is een oud gebruik in de scheepsbouw, heeft een penning gemaakt, gelegd in de kiel. Maar die zou ingelijmd worden aan de buitenkant en dan komt hij niet meer in zicht. Dus dan zit hij gewoon, voor het geluk dat hij dan brengt, zit hij helemaal weggewerkt. En dat vond ik eigenlijk een beetje zonde van die penning. Dus nu wordt hij in de haas geschoten en dan komt hij midscheeps in de kiel aan de binnenkant en blijft hij in zicht. En dat is toch leuk, want dan zie je altijd van, dat was het moment, hè, van de kiellegging waar we begonnen zijn met de bootbouwen. Het is de bedoeling dat we in mei, is er een regatta. De eerste Altena regatta, zeg maar, zoals hij bedoeld is, daar alle dorpen mee gaan doen. En het is de bedoeling dat hij daar mee gaat doen. Dus mei moet hij, niks moet, maar willen we hem klaar hebben eigenlijk.